We staan hier lekker in het zonnetje na de wedstrijd. Excelsior 31, CSV Apeldoorn, 0-0. Wat vond jij van Excelsior 31 vandaag, Patrick? Ja, inderdaad, 0-0. Ja, dat zou je zeggen, een saaie wedstrijd. Maar op zich, dat was het niet, vond ik. En ik denk dat Excelsior wel iets meer had verdiend. Maar ja, het kleine beetje geluk aan het einde bij de afwerking, dat ontbrak. En ja, daardoor staat er nu 0-0 op het bord. Ja, hoe begon Excelsior aan de wedstrijd? Ja, toch wel met redelijk wat druk en wel de overhand. Apeldoorn die zakte wel in, wat ik ook voor de wedstrijd zei, dat ik had verwacht. Want ik denk van, deze temperaturen zul je niet volle bak qua druk zouden beginnen. Dat deden ze ook. Het was heel afwachtend van hun kant. En ja, zo was Excelsior ook gewoon beter en een paar kleine kansjes gehad. Niet heel veel trouwens. Dus wat dat betreft qua veldspel was prima. Wat vond jij wat CSV tegenover zette? Ja, in principe niet zo heel erg veel. Een paar keer tweede helft in het begin. Ik kon wel zien dat de eerste helft Excelsior veel kracht heeft verspeeld. Dat Apeldoorn iets beter in het spel kwam. Maar dat duurde eigenlijk ook maar een kwartiertje. Want toen werden zij ook alweer op moe. En aan het einde was het Excelsior alweer beter van het spel. En dan, ja, behalve dan de extra tijd, dat Apeldoorn natuurlijk nog wel redelijk wat kansjes. Dus ja, al met al de Excelsior tevreden mag zijn met het veldspel. In ieder geval het goede gevoel, de nul gehouden achterin. Weinig weggeven. Ja, ik denk dat als ze zo blijven voetballen, dan komen die doelpunten vanzelf wel weer. Ja, wat vind jij van het afwerken van de kansen bij Excelsior? Ja, deze wedstrijd hield ik een paar kansen van wat dichterbij dan. Waar er wel iets eentje van in had gekund. En verder qua echt dichtbij een hele grote 100% kansen hebben ze natuurlijk ook weer niet gehad. Dus het was net de eindpaas of net het laatste beetje geluk of finesse wat ontbrak. Dus ja. Qua werking had beter gekund in dit geval dan bij Hielke. Ja, dus heel veel verder kun je er niet van zeggen eigenlijk. In de voorgaande wedstrijden wordt wel eens gezegd dat het tot aan de 16 prima is allemaal. En dan houdt het eigenlijk een beetje op. Wordt er te veel gecombineerd in die 16? Ja, dat horen we al jaren. Hè? Want de afgelopen jaren was het wel een beetje hetzelfde. Schiet toch eens eerder jongens en ook de trainers en... Je moet ook wel type zijn wat echt een goed schot heeft van afstand. Ik had het zelf ook nooit. Ik denk dat de keer dat ik buiten de 16 heb gescoord, kun je ook op één hand tellen. Dus de afstandsschoten, dat is dan lastig. Ook op wel zo'n droog veld als dit natuurlijk ook nog. En dan, dan moet het van dichtbij komen. En als je toch dichtbij de goal wil komen, dan moet je wel goed er doorheen combineren. En dan eigenlijk meest vanaf de zijkant. En dan moet hij erin. Maar ja... In principe qua breiwerk vond ik het nog wel meevallen vandaag. Ja, je had het voor de wedstrijd ook al over Hielke natuurlijk. Die noemde je net al. Je zei dat je veel van Hielke had verwacht. Heeft hij je verwachting waargemaakt? Ja, eigenlijk wel. Op de momentjes, als hij ze normaal Hielke kende, had hij ze dan afgemaakt, zeg maar. Ja. Gewoon op nummer 10 loeren op de balletjes die er tussenin vallen of net op het juiste plekje staan en dan de bal erin schieten. En het laatste gebeetje geluk ontbrak, maar verder heeft hij gespeeld zoals hij altijd doet eigenlijk. Wat vond jij vandaag van Hakim? Ja, Hakim vond ik op zich ook prima. Hij heeft hard gewerkt, was lastig voor de tegenstander. Ik vond hem ook wel redelijk sterk aan de bal. Hij heeft niet de kansen die Hielke heeft gekregen, zeg maar, van iets dichterbij. Die heeft hij dan niet gekregen. Dus ik kan niet zeggen dat hij nou echt kans heeft gemist of zo. Ja, hij schiet een paar keer van afstand. Nou, ik ben blij dat iemand schiet van afstand, zeg maar. Tenminste, als ik trainer zou zijn. Dus ik denk dat hij gewoon naar boven heeft gespeeld. We hadden het voorafgaand aan deze wedstrijd ook over de jeugdspelers. Noemde jij ook een Nick Averes. Vind je dat een volwaardige eerste elftal speler geworden? Ja, zeker. Als je nou ook ziet, gewoon rust aan de bal. Ziet het spelletje goed. Had hij altijd al wel natuurlijk, maar ja, zoals vandaag ook komt hij verdedigend eigenlijk nauwelijks in de problemen. En dat zou dan theoretisch een mindere kan moeten zijn, het pure verdedigen. Maar zoals vandaag komt hij moeiteloos mee. Een andere jeugdspeler is Simon Bajsoy. Die speelde vandaag op de backpositie. Wat vond jij van hem? Ja, Simon is geen jeugdspeler meer natuurlijk. Hè. Nee, het is een speler uit eigen jeugd, en dat, net zoals Michel natuurlijk. Nee, Simon heeft ook prima gedaan. Ik begreep van hem dat hij al een tijdje... niet hard gespeeld of dat hij ook een paar keer geblesseerd was geweest tussendoor. Dus ik denk dat hij ook eigenlijk weinig in het probleem is geweest. Wie had de meest opvallende rol vandaag in het veld, volgens jou? De meest opvallende rol?
Ja, het is niet zo dat ik denk van ik zou heel makkelijk een man of the match of een iets in die trant aan kunnen wijzen. Nee. Ik vond niet dat er iets heel dat iemand heel opvallend bovenuit stak. Dus wat dat betreft kan ik je niet blij maken. Wat is de valkuil van dit Excelsior 31? Ja, ik denk toch als je zo'n eerste helft dat je wel veel energie verspilt. Dat je dan de kleine kansjes niet afmaakt. Dat je tegenstander laat leven en dat hij dan probeert te loeren op de uitbraken. Wat Apeldoorn in het begin ook wel deed, de tweede helft. Dus dan is ja, echt die restverdediging. Hè. Zorgen dat ook als het lang 0-0 blijft, dat je wel genoeg mensen achter de bal houdt. Dat je in ieder geval die 0 houdt, zoals nu. En dan heb je in ieder geval een punt binnen. En dan als je dat gewoon wekelijks doet, zorg dat je achterin gewoon zeker bent. Dan komen de punten vanzelf. Ozan Sahin die werd gewisseld. Alvaro Vlijten kwam in het veld. Vond jij dat Alvaro net misschien een beetje extra kon brengen wat Excelsior nodig had? Ja, ze zijn allebei twee nieuwe spelers. Ik had ze hiervoor nog nooit zien voetballen eigenlijk. Ik vond die Sahin op zich eerst zelf deed prima. Allebei zijn links, wel twee linksbenigen op de buitenpositie. Ik ben er zelf nooit zo'n voorstander van. Maar het zou ongetwijfeld niet heel veel andere keus zijn geweest. Nu Nico ook geblesseerd is natuurlijk. Ja. Dus wat dat betreft is het wel vergelijkbaar. En ik denk niet dat het heel veel uit heeft gemaakt. Zien leek wel een beetje moe. Dus wat dat betreft kon ik de wissel wel begrijpen. De nummer 3 van CSV Apeldoorn, Joost Kreins. Die speelt volgend seizoen hier voor Excelsior 31. Wat voor type speler is dat? Ja, dat klopt. Hadden we het op de tribune ook over met Nick en Isa. We vonden dat hij eigenlijk prima deed. Ja. Nam weinig risico. En we hadden wel het idee dat er wel echt een verdediger staat. Dus wat dat betreft denk ik dat de TC of ik weet niet wie bepaald heeft dat hij dat mooi zou zijn als hij hier zou komen voetballen. Maar dat op basis van deze wedstrijd lijkt in ieder geval wel een goede keuze te zijn geweest. Ik denk dat hij gewoon verdedigend wel zijn mannetje staat en ook wel redelijk rustig aan de bal was. Dus. Wat dat betreft zou die je prima passen. Is dit Excelsior 31, zoals jij het vandaag hebt gezien, al op weg naar de goede vorm voor de na-competitie? Ja, dat denk ik wel. 0 gehouden, dus dat is altijd lekker, ook voor de hele verdediging en de keeper. En redelijk wat gecreëerd. Ja, misschien dat sommigen het gevoel hebben van, jammer dat we scoren niet of zo. Maar ja, op zich denk ik wel dat dit een mooi begin is om weer de stijgende lijn in te zetten. Ik weet niet tegen wie ze volgende week moeten spelen, maar... Volgende week is vrij weekend, het weekend na DFS. Hebben ze laatst ook niet tegengespeeld? Ja, klopt, maar dit is een inhaalwedstrijd, 5 mei. Ik wil zeggen, dat is heel kort achter elkaar dan, met alle vrienden van Grades. dat is uit, dus is altijd lastig. Maar dan moet je gewoon zorgen, mag je gewoon niet verliezen dan, zeg maar. Dan hou je wel het goede gevoel naar de na-competitie toe, denk ik. Hoe zien de komende weken er voor jou uit? Voor mij, ik doe daar regelmatig mee bij DCD de laatste tijd, met de eerste. En we moeten nog heel veel wedstrijden inhalen, want we hebben gewoon gras en in de wintermaan is heel veel afgelast. Dat is wel een verschil, denk ik, als je bij zo'n club speelt. We hebben ook het trainingsveld is ook gewoon, gras zit er niet meer op. Maar dat is wel, dat merk je wel, dat je bij een club speelt die ook geen trainingsveld als kunstgras heeft, dan is het moeilijk om in de wintermaanden... gewoon nog serieus te trainen en fit te blijven als team zijn. Hè. Dus ja, voor mij de komende weken zien eruit gewoon daar voetballen. En hopen dat wij, we gaan gewoon, moeten een paar puntjes hebben, dan zijn we veilig. En we hebben nog een theoretische kans voor de tweede periode. En verder gewoon plezier maken op het veld. Dat is het belangrijkste. Absoluut, lijkt me een hele mooie afsluiter. Heel erg bedankt voor je analyse vandaag. En heel veel succes met alles wat je de komende tijd gaat doen. Ja, jullie ook bedankt voor de uitnodiging en ik ben benieuwd wie de volgende gasten zullen zijn bij jullie. Dat zijn wij ook. Bedankt voor nu. Ja, deze uitzending zit erop. Heel erg bedankt voor het kijken en geniet nog even lekker van het zonnetje.